buried beneath their crumbling ruins. Why Earth is ours no more. Het was niet op Gamescom, het was niet op nota bene E3. Nee, het was op First Look, waar wij van Gamersnet als eerste aan de slag mochten met Horizon Zero Dawn. En het was wel Daniel, onze eigenlijk wel een beetje de guerrilla-man. En gezien de game gemaakt wordt in Nederland, wij Nederlanders zijn, en dit het Nederlandse First Look is, is natuurlijk ook de perfecte gelegenheid om die game te testen. Daan, hoe was het om uiteindelijk dan toch aan de slag te gaan met de nieuwe potentiële hit van guerrilla? Ik heb nu geen kippenvel, maar kippenvel. Ja, het was super vet. Het voelde eigenlijk gelijk vertrouwd aan. Jij bent dan wel bang voor, jij is dan niet te vertrouwd? Ja, nee, ik zit inderdaad, als jij tweet ook al meteen van wow, het voelt echt aan alsof ik het allemaal al ken. Terwijl ik dan denk, dat wil je toch juist niet als je een game speelt? Nee, maar het voelt direct, ja, de gameplay voelt direct lekker aan, waardoor je misschien het gevoel krijgt dat je het al kent. Maar bijvoorbeeld het is een actie-RPG, dus het is niet een hele statische RPG zoals bijvoorbeeld een Skyrim of zo. Maar het is echt gewoon third person, kaarten met bogen vechten, kaarten melee. En dat voelt zo soepel, zo vloeiend aan. En maar als jij zegt vloeiend, vertrouwd, actie-RPG met vette melee en pijl en boog. Bij mij gaat er dan een belletje rinkelen en die roept Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, kun je daarmee vergelijken? Ja, misschien wel. Misschien hebben ze daar wat elementen vandaan geplukt. Kijk, Guerrilla is natuurlijk van oorsprong een Killzone-ontwikkelaar. Dus ze hebben RPG's hebben ze ergens vandaan moeten plukken om een beetje een goed gevoel te krijgen. Maar ja, het heeft natuurlijk wel totaal zijn eigen sfeer. Je vecht namelijk tegen machines. Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Het is de wereld is overheerst door niet meer mensen, maar door een soort van dinosaurussen. Maar dan een soort van mech-dinosaurussen. Ja. Hoe is dat? Want jij hebt er een aantal mogen bevechten. Wat is het verschil erin? Wat doe je met ze? En wat doen ze met jou? Nou, bijvoorbeeld de kleine Watchers, die kun je heel snel uitschakelen. Daar heb je maar één flinke pijl nodig om hem gewoon te killen. Of Kaarden Melee, die kun je gewoon echt op die manier gewoon aanvallen. Maar de wat grotere machines, soms heb je ook van die transportmachines, zeg maar. Ja, vrachtwagens. Ja, precies. Maar die zijn best wel pittig, want die kunnen een schild voorhouden, die kunnen granaten afvuren, die kunnen kaart op je afrennen. Dus je bent continu aan het dodgen, continu aan het koprollen, continu aan het wegrennen en aan het kijken hoe je om dat schild heen kan schieten. En als je eenmaal een critical hit hebt, dan wordt het schild even uitgeschakeld. Ja, en dan kun je met vuur of met elektra, of met andere granaten kun je ze te lijf gaan. Want ja, elke machine heeft een bepaalde zwakte. En die zwakte moet je eerst ontdekken om hem dus goed te kunnen killen. Ja, oké, dus het is lomp en het is vloeiend. Maar er zit ook nog wel een enige tactiek in. Omdat je wel echt moet kijken van oké, hoe ga ik deze situatie aanpakken in alle hectiek. Dus dat is misschien iets minder een Shadow of Mordor. Waarin het gewoon meer was van, spring maar lekker in de orks en ga maar op X rammen, zeg maar. Dus het is wel iets slimmer dan dat. Ja, is dat... Zo voelde dat ook wel echt inderdaad. Als het alleen maar kleine machines waren, dan had ik ook wel het idee van oké, als dit het is. Maar als jij dus grote machines tegen je krijgt, je moet een zwakte gaan zoeken. En ze hebben allemaal een eigen specialiteit. Zoals die ene, die had een schild en daar moet je omheen werken. En dat zorgt best wel voor tactiek. En ja, je gaat af en toe gewoon bijna dood en denk je, oké, wat de fuck moet ik nu doen? En dan maak je een goede koprol en dan schiet je hem en dan, nu is hij wel dood. En dat is super vet. En als ze dit door de hele game doen met gewoon een ontzettend vet verhaal. En dan denk ik dat Horizon Zero dan echt wel een hele goede titel gaat worden. Oké, maar nog heel even kort. Dus die actie die zit goed in elkaar. Die is tactisch en die is bruut. En het voelt heel vloeiend aan allemaal. Maar je zei actie-RPG. Heb je daar iets van meegekregen van in hoeverre dit nou echt... Weet je wel, in welk RPG-straatje kunnen we dit schalen? Is het meer een Dragon Age? Je zegt zelf al, het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een statische RPG zoals Skyrim. Maar in welke vorm gaat het verhaal dan wel een beetje RPG worden? Nou ja, elk gesprek dat je aangaat, daar heb je keuzes. Dus je hebt gewoon mogelijkheden om bepaalde dingen te zeggen. Ja, wat daar de consequenties van worden, dat weet ik nog niet. Want daar hebben we eigenlijk nog te weinig van gezien. Maar qua wapens, qua craften, qua spullen oprapen. Ja, elke machine laat shards vallen. En met shards kun je dus bepaalde dingen upgraden. Loot, craften, ja. Ja, nee, ja, dat hele RPG-systeem zit er dus ook in. Dat je je wapens moet upgraden en voor bepaalde machines die je moet bevechten kun je bepaalde armor beter dragen omdat je dan resistant bent tegen vuur of tegen ijs of tegen weet ik veel wat voor kracht. Dus dat zijn een beetje de RPG elementen die ik heb gezien, dat je ook je pijl en boog kan upgraden,
de andere granaten kan maken en zo. Ah, oké. Okay. Het is een combinatie van looten, craften en skill trees en verschillende dingen afgaan. Oké, het leuke is, we staan hier dus nu live as we speak op First Look. Het is nog vroeg op de dag. De rij is nu al 2 à 3 uur lang, kunnen we verzekeren. 3 uren inderdaad. Is het dat waard? Gaan die mensen die daar achter staan of die nu nog aan gaan sluiten, gaan die zeg maar waar voor hun tijd krijgen? Ja, want je krijgt eerst de presentatie die, met een live gameplay demo. En daar krijg je best wel veel al een beetje van het verhaal te zien, van het craften te zien. En dan mag je zelf in een klein stukje een aantal machines te lijf gaan. En dan kun je broadheads kun je overriden, zodat je die kunt mounten. Dus ja, je hebt van alle elementen wel wat. Alleen het RPG element als craften, dat zit er dan weer niet in. Maar het belooft in ieder geval wel veel goed. Dat sowieso. Oké, okay, Horizon Zero Dawn, wanneer is ongeveer de release datum? Hebben ze daar al een periode voor uitgegeven? Ik geloof 1 maart 2017. Oké, okay, het duurt dus nog even, maar hij komt eraan. Hij is speelbaar op First Look en Daniel is hyped. Ja! Even if you do catch what you're after, how do you know it won't bite back? Outcast! You came from nothing. You will die a nothing.